De eerste schooldag na 6 weken vakantie. Misschien wel, ja. Oh. Je jasje. Vandaag heb je introductie. Hallo allemaal, wij zijn Naakkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is maandagochtend, de eerste schooldag na 6 weken vakantie. En ik heb hier een jongetje die eigenlijk nog lekker wil slapen. Zal mama jou eens lekker aan gaan kleden? Ja, ga je aankleden, boterhammetje eten, want we hadden de tafel al gedekt. Ja, en dan weer slapen. Nee, vanavond weer slapen, op tijd naar bed. Zo even wennen, hè? Mama gaat lekker boterhammen. Ik heb bijna gisteren niet wat gegeten. Ja. Op de verjaardag had je zoveel gespeeld, maar je had daarna nog lekker thuis gegeten, toch? Ja, maar ik heb ook nog allemaal. Ja, die gaan we mee naar school. En ik ga ook naar school. Maar ja. Is je niet? Mag ik nee. Op de bank eten? Nee, je mag niet op de bank eten. Oh, ik ga niet wel in bed. We hebben gisteravond al de tafel gedekt. Ik ga jou aankleden. Ja, we hebben de tafel gedekt. De fruit en boterham. Het is rustig zo met 2 kindjes die naar school moeten. Huh? Eerst was het altijd 3, hè? Guusje moet vanmiddag op introductie. Floor is vandaag nog vrij. Maar gaat ze voortaan wel gewoon mee eten of gaat ze voortaan gewoon apart en doet ze... Nee, ze eet normaal als ze naar school moet, zocht ze eet ze gewoon mee. Ja. Ik heb het gevoel dat ik heel erg zit te trillen. Dit is ook een grote camera, dit. Huh? Mm-hmm. Nou, zet hem maar... Ja, dan kan je lekker gaan eten. Ja, ik ga dit in jouw broodtrommeltje doen. En je gewone boterham? Die voor je school. Ja, die ga ik dan ook pakken. En ik heb ook al jouw nieuwe sloffen. Want als je de klas binnenkomt, dan moet je sloffen aan. Of opzoeken. Hier staan ze al. Weet dat, Mr. America of Catwoman? Of hoe is dat? Waar is dat van? Geen idee. Van de superhelden, hè? Superhelden sloffen. Meester weet dat denk ik wel. Oké. Moet je het maar vragen aan meester, hè? Nee, meester, we gaan het aan jou vragen. Ja. Hebben jullie er zin in om weer naar school te gaan? Ja en nee? Nee. Denk die woman. Ja. Denk het ook. Nee. Ja, denk het ook. Wonder Woman. Ja, denk het ook. Ja, zin om wel alle bekenden weer te zien op school? Dat wel. Ik wil kijk je meester allemaal in klas. Het is weer wel eventjes wennen, hè? Vroeger uit, ontbijten, naar school. Ik heb wel de leukste meester. Ja. Bof komt. En ik heb de leukste juffrouw. Nou, dan komen jullie allebei goed weg. Nou, we gaan nog even boterhammetjes eten. Mama gaat jullie boterhammen klaarmaken. Je fruittrommel. Want deze dan allemaal bij jou. Wie? Mariska. Oh nee, dat is niet de Mariska. Nee, heeft de andere Mariska. Ja. Ik had een oudere Mariska. Die nu nog op school zit, maar toen bij mij. Ja. We zijn klaar om te vertrekken. Schooltasjes bij. De gym weten we nog niet, dat krijgen we nog te horen. Stan gaat ook mee, die zetten we af in Etten-Leur. Zet ik af. Is het vandaag gym? Dat weet ik niet, dat denk ik niet. Dan gaan we allemaal nog horen. Dus kom, daar gaan we. De auto staat aan de overkant. Dan kan je me optillen. Waarom? Dat ik niet wil lopen. Ik heb nog geen ijsbestelling gezien, volgens mij. Kan niet. En wie heeft gisteren gelegd? Ja, maar meestal sturen ze dat naar papa. En dan stuurt papa het in de groepsapp of naar mij. Oh, wie verbindt je niet, joh? Denk je dat het vandaag gaat regenen? Ja. Misschien wel, ja. Wil je een jasje nog pakken? Ja. Waar staat die? Aan de overkant. Ja, overkant is dat. Nee, ja. Ik ben achter het kiesbeton. Heb je zin in jullie ook? Nee? Ja! Oh, wel. Ik moet even toe. Jasje, is er niet een hele dikke jas? Maakt niet uit. Nou. Wij gaan,
Daar gaan we. We zijn er. Ga je voetballen? Ik heb mijn voetbal niet meer. Nee, dat is ook niet met het voetballen. Heb je er zin in? Zin in? Nou, mama loopt met jullie mee. Gaan heb jij ook zoveel zin in een vakantie? Zin in? Gaan we kroelen? Oh, mijn paspoort. Kom maar, leg me in de auto. Op naar de eerste schooldag. Ik heb een gewoon gefroten. Nou, mama en ik zitten in de auto naar Etten-Leur. Een beetje grap hier ook. Ja. Zat hij niet ingezoomd of zo? Nee. Jawel, hij stond ingezoomd. Oh. En dan gaat mama, wanneer ga je dat doen? Ik ga jou wegbrengen en dan ga ik werken. Nou, mama gaat mij wegbrengen en dan ga ik ook werken. En dan ga ik alles voorbereiden voor morgen. En met de bezorger ijs bezorgen in Roosendaal. Ja, het ijs pakken en ijs bezorgen. Ja. En dan heb je vrije middag of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Dus dat is wel lekker. En dinsdag, woensdag ijs draaien. Ja. Donderdag naar school. Ja. Introductie. Vrijdag ijs draaien. Ja. En dan zaterdag hockey. Is dat een wedstrijd? Ja. Oh, lekker. En coachen, misschien ook nog wel. Oh ja. Ja. Ik heb er echt zin in wedstrijden. Het is wel, ik moet even kijken, want ze zijn allemaal alles verschillend, joh. Dus allemaal verschillende tijden. Coachen, rijden, bouwdiensten. Dus ik moet het nog even goed in mijn agenda zetten. Ja, dat is echt heel veel. Nou ja, papa die gaat proberen de zondagen te werken in plaats van de zaterdagen. Want dan kan hij ook altijd rijden. Ik zag het op het roosterjaar dat hij heel vaak stond. Ja. Dat is handig, want anders komt met de hockey niet uit. Als zeker nou die twee teams coacht, ja, dan is de kans heel groot dat hij al vroeg weg moet. Dat is een man die de tuintjes bijhoudt. Ja. Ik had hem de vorige keer een ijsje gegeven. Tuinman. Ja. Vanuit de gemeente, ja. Denk ik. Hoppakee. Toen waren we er alweer. Ja. Een mooi ijsatelier. Sleutel bij? Ik heb altijd sleutel bij. Goed. Ja, jij hebt die niet, of wel? Ik heb geen sleutel van hier. Nee. Ik heb ook niet nodig. Zo. Kijk. Taxicentrale. IJsatelier Mennies. We zijn er. Guusje, die is er. Vandaag heb je introductie. Ja. Morgen krijg jij jou. Laptop, dan moet ik jou nog even papiertje sturen, want dat papiertje heb jij nodig om bewijsje om jouw laptop op te gaan halen morgen op school. Ja. Een nieuwe laptop. Dus dan ga ik jou nog even sturen. En jij gaat met Alia fietsen, jullie moeten op dezelfde tijd te zijn. Ja, want we zitten ook in dezelfde klas. En morgen fiets Floor mee, want Floortje heeft morgen de eerste schooldag ook. En die heeft de route nog niet gefietst, dus die vertrouwt op jou daarin. Met het meerijden. Ja, ik ken hem volgens mij helemaal. Want ik had fietsen op de terug. Oh, Alias, maar op de terug had ik hem zonder Google Maps. Maar hoe laat moet je daar zijn dan? Je bent nou te fitte vroeg. Je moet 1:30 daar zijn, zeg jij. Ja, we gaan 1:15 fietsen. Dus hij is nog nu. Komt ze gewoon even naar hier nu. Of we gaan gewoon al eerder fietsen en dan kijken we wel. Misschien fietsen we wel slower of zo. Maar ja. Heb je al een tas? Ik laat die net aan jou zien. Ja. Ja, dat is ook goed. Ja, dat is wel een kort truitje, Guus, voor school. Ja, maar ik had geen t-shirt. Jij wilde gewoon jouw bruine buik showen. Ik had gewoon geen t-shirts meer. Oh. Geen witte. En ik had wit, ik moest wit aan. Oh. Zo. Beetje bijgeslapen wat hockey kan? Ja, ik ben wel gisteren best laat gaan slapen. Maar je kon een beetje uitslapen van morgen, toch? Ja, ik kon zeker uitslapen. En heb je natuurlijk gezien wat er is gebracht? Een taart van een huis vol, hè? Een taart van een huis vol. Oh, ja, vanavond bij de eerste aflevering. Je hebt hockeytraining vanavond. Precies op dat tijdstip. Echt? Ja. Dat was vorig jaar, over 2 jaar geleden ook al. 5 jaar. 5 jaar geleden ook al. Het is om 7 uur, 5:05 is de uitzending en jij hebt om 7 uur hockey. Ja, dat was ook al 5 jaar geleden. Dus dan moet je terugkijken. Ja. Maar ik heb hem al gezien. Met ons? Ja. Toch?
Weet ik niet. Volgens mij hebben we al lief gekeken. Of de eerste aflevering niet, maar de tweede wel. Volgens mij heb ik de eerste. Vandaag is volgens mij dat. Waar zijn hier? Dat Louis. De eerste was heel leuk of zo, zeiden jullie. Ja. Ik ben net thuis van de bakkerij en Stan komt ook net thuis. En die heeft vandaag voor het eerst in zijn leven zijn eerste echte officiële werkdag gehad als leerling bakker. Want vanaf deze week ben je leerling bakker. Ja. En hij is net teleur is die de voorbereidingen voor morgen voor het ijsdraaien gaan doen. Zal je moeder nog een contract voor jou maken? Ja. Ja, doe maar. Dat is een leerling bakker. Je hebt gewoon mazzel gehad, want je bent gebracht gewoon door je moeder. Ja. En met de bezorger met ijs naar Roosta gereden. Bezorger geholpen en zo weer teruggekomen. Hoef je niet te fietsen. Hoef je niet te fietsen en voor de bezorger is het ook fijn met ijs. Want wij hebben drie bezorgers, zeg maar. Ja, drie chauffeurs. Het zijn niet echt bezorgers, want we doen niet bezorgen. Dat zijn allemaal 70-plussers. Dat is wel leuk. Eentje zelfs al 80-plus. Nee, bijna 80. Ja, maar dat is bijna 80. Gewoon Harm. Zie je niet aan, maar is heel sterk. En die mannen doen allemaal 2 dagen. En daar zijn ze echt, die vinden het echt heel leuk om te doen. Ja, gewoon dat zeggen ze ook. Huis, ja, want dan zijn ze gewoon even weg. En dat vinden ze gewoon heel leuk. En Harm had zijn eigen onderneming en die komt het werken niet loslaten. Ja, en Ad is vrijgezel. En Roger die is er nog niet zo lang. En die heeft gewoon, die is nog niet zo oud. Die is. Die is pas met pensioen gegaan. Ja, ja die is net 70 ongeveer. Net iets jonger. Dus dat is geen 73-plussers dan. 2 in ieder geval. Ja. Maar die was thuis en die zei, ik vind het eigenlijk toch wel leuk om gewoon een ochtendje wat te doen. Dus die mannen die rijden naar de Jumbo's waar wij leveren. Hè, en de ijslots rijden die. Ja. Het ijs is wel zwaar werk voor die mannen. Dus dan moeten we altijd wel eventjes helpen. He, zeker bij een ijs. Vooral met het pakken, want dan moet je heel lang in de vriezer staan. Ja, en dat is niet zo leuk. Maar dat gaat eigenlijk wel heel goed. En voor die mannen is het ook een uitje. Ja. Ja. En zelfs een oud-bezorger zei pas geleden tegen mij, van als je ooit nog een keer bezorger nodig hebt, dan mag je me altijd bellen, want ik vind het stik leuk om te doen. Ja, we hadden een tijdje geleden was er iets, dan hadden we echt even nood en toen heeft hij nog een dagje gedaan. Ja, hij zei ook zo, ik vond het zo leuk. En zijn vrouw zei ook, hij vond het zo leuk. Hij was de hele dag super vrolijk. Ja. Ja, dat is wel. Dus in het leven moet je gewoon wat dingen aanpakken, dat maakt het leven leuker. En hoe was jouw eerste echte dag dan, Stan? Saai. Hoezo saai? Ik heb niet zoveel gedaan. Melkmix gemaakt, aardbeien klaargezet voor morgen. En gewacht op Ad. Ja. Toen ben ik langs Maggie's Rozenau geweest, toen bakkerij. Ik heb je ook eens een keer gezien. Ja, toen ben ik voor jou nog even langs de supermarkt gegaan, want de chilipoeder was op. Voor mij? Chilipoeder? Voor jou. Oh! Jolanda. Chilipoeder? Ja, voor in de reep. Ik wilde iemand chilipoeder, maar die was op, dus ik ben even naar de supermarkt. Nou, volgens mij staat er gewoon een kilopot. Oh, weet je ze niet. Dat kon ik niet vinden. Oh. Wij gaan vanavond natuurlijk een huis vol kijken. Ik heb ook nog hockeytraining vanavond. Ook nog hockeytraining? Ja, ik wil echt wel die aflevering kijken, maar ik weet niet hoe dat gaat. Ik heb hem al gezien, we hebben ze allemaal al gezien. Ja, jullie zouden maar ik kan gewoon op herhaald kijken. Ja, weet ik. Dus vanavond een huis vol het is toch wel weer leuk, het is weer anders. Dus we hebben heel veel reacties krijgen we al en het is weer. En, dan gaat een deur open en weer snel dicht. dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe!